Aan de buitenkant valt er weinig van te zien. Maar binnen zijn bedrijven op bedrijventerrein Horen 80 druk bezig met verduurzamen. En de ambities zijn groot. Binnen 6 jaar energie neutraal. Bij voorkeur energie positief zelfs. Dus dat we energie gaan leveren in plaats van dat we energie gebruiken. En dat is praktisch is dat mogelijk. Maar dan moeten we wel met z'n allen flink aan de bak. Een van de bedrijven die hard aan de weg timmert is supermarktketen Deen. Hier op dit bedrijventerrein hebben wij zonnepanelen geplaatst op onze distributiecentra en op het hoofdkantoor. Dus de energie die wij gebruiken, die wekken we zelf op. Daarnaast hebben we in onze distributiecentra LED-verlichting toegepast en dat is veel energievriendelijker. Ook worden restanten uit de winkel, zoals bloemen, planten en sinaasappelschillen, verwerkt en omgezet in groene energie. Deen heeft door haar omvang een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven op Horen 80. Vaak zijn het heel veel kleine dingen die het groot maken. En wanneer wij een klein beetje kunnen helpen door heel veel dingen net ietsje slimmer of beter te doen, maken we de wereld voor onze kinderen en onze kleinkinderen ook weer beter. We hebben nu zeker 25% van de ondernemers die actief deelnemen aan het project. En met actief deelnemen bedoel ik dat ze ook dingen doen. Bijvoorbeeld goedkopere en zuinigere verlichting, het aanleggen van zonnestroom, meepraten over hoe gaan we de verwarming op dit terrein in de toekomst regelen. Horen 80 is nu 1,5 jaar bezig en er is nog veel werk aan de winkel om energiepositief te worden. Vooral voor kleinere bedrijven is verduurzamen toch een portemonnee-kwestie. Je moet je voorstellen dat energie is vaak een hele lage kostenpost in een bedrijf. En omdat het gaat om relatief toch behoorlijke investeringen, die weliswaar besparingen opleveren en goede terugbetaaltijd hebben, vragen ze zich toch wel af, moet ik me daar dan hier nu mee bezighouden?